Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan? Eentje waarmee je andere mensen helpt? Misschien is dan een baan bij hulpstudent.nl wat voor jou. Willemijn Alders spreekt met Lois Lipman, regiomanager regio Utrecht van hulpstudent.nl en zoekt het voor je uit. Lois, wat doe je als hulpstudent? Als hulpstudent bezorg je mensen vrije tijd. Dit doe je door middel van klussen in en om het huis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huishoudelijke hulp, oppassen, tuinieren, chauffeursdiensten enzovoort. Oké, okay, en wat doe je dan als huishoudelijke hulp? Je neemt het huishouden over van de klanten. Denk hierbij aan klanten die fulltime werken en die zelf geen tijd of zin meer hebben om het huis schoon te maken. En je gaat hierbij klusjes overnemen, zoals stofzuigen, dweilen, afstoffen, helemaal naar wensen van de klant. En dan, als de klanten thuiskomen, dan hebben ze een lekker schoon huis en dat heb jij ervoor hun gezorgd. Dat is heel mooi. Over welke potenties moet je dan beschikken om hulpstudent te worden? Als een hulpstudent moet je beschikken over verantwoordelijkheidsgevoel, klantvriendelijkheid. Je moet eigen initiatief tonen en je moet ook openstaan voor feedback. Het allerbelangrijkste is dat je mensen wilt helpen. Oké, okay, en wat is er dan zo bijzonder aan de functie van hulpstudent? Bij hulpstudent kan je zelf kiezen wat, waar en wanneer je het werk wilt doen. Je kan je eigen tijden bepalen en zo kan je dus je hele werkrooster aanpassen op je schoolrooster. Kijk, dat is mooi. Waarom hulpstudent.nl en geen ander bedrijf, Lois? Je ontvangt bij hulpstudent een netto vergoeding en dat is omdat je bij ons geen belasting betaalt. Daarbij heb je een persoonlijk contactpersoon, je regiomanager, dat ben ik dus. En je bepaalt je eigen reistijd en je hebt maximale zeggenschap over de invulling van je werktijden. Kijk, dat is mooi. En hoe kun je dan die hulpstudent worden? Je wordt een hulpstudent door je aan te melden via de website www.hulpstudent.nl. Ik als regiomanager neem dan contact met je op en kom bij je thuis voor een persoonlijk gesprek. Want wij van Hulpstudent geloven dat het voor iedere student een juiste bijbaan is. Aanmelden dus. Dit was hem weer, de vacature tip van de dag. Succes!